Ik ga jullie vandaag een collarboom laten zien met Powergel. De producten die ik vandaag ga gebruiken zijn de Powergel producten. De Powergel clear ga ik mengen met de Flaming Fuchsia, een nieuwe gel polish kleur. En ik ga de extender gebruiken van de Powergel. Ik zet het dunne laagje Powergel clear tegen de natuurlijke nagel aan. En deze verleng ik om een extension edge te maken. Let erop, hij is flinterdun. Als je tevreden bent, je dunne laagje clear zit er goed op, dan had je hem 30 seconden uit in de lamp. Met de spatula pak ik een bolletje clear op. Hier voeg ik de kleur aan toe. Let erop dat je niet te veel gel polish hier aan toevoegt, want dan wordt je power gel te vloeibaar. En niet te veel roeren, maar als het ware spatel je de kleur er doorheen. Je kunt natuurlijk al je kleurtjes weer van tevoren klaarmaken, in je palet bewaren en op die manier sneller werken bij je klanten. Ik pak het bolletje op, leg die op het uiteinde van mijn vrije rand. En dan ga ik hem verdelen richting de nagel. Tapsgewijs breng ik hem zachtjes over de nagel. Het eerste laagje kleur hard ik ongeveer 1,5 minuut uit in de lamp. Iets langer, omdat ik vervolgens nog een laagje kleur eroverheen ga aanbrengen. En die zorgt voor de mooie fading over het nagelbed. Als de eerste bol is uitgehard, breng ik de tweede bol aan. En hier ga ik de fading over de natuurlijke nagel mee maken, richting de cuticle. De tweede bol breng ik ongeveer aan het einde van de eerste laag kleur die we hebben aangebracht, breng ik die aan. Dan ga ik hem verdelen richting cuticle. Eerst verdeel ik hem van links naar rechts. Ik til mijn penseel een beetje op. En dan zachtjes druk ik hem richting de cuticle. Het overtollige aan de voorkant strijk ik weer uit naar voren. Na het plaatsen van de tweede bol gaat hij weer 1,5 minuut in de lamp. Als de kleur dan uit de lamp komt, gaan we verder met de Powergel Extender. Hier ga ik het nagelbed mee opzetten en de fading verder afmaken over de kleur. Eerst breng ik hem plat aan richting cuticle area. En dan gaat de extender over de kleur heen. Ook de extender gaat 1,5 minuut in de lamp. Nadat die 1,5 minuut in de lamp is geweest, verwijder ik de plaklaag met de prep en wipe en dan gaan we mijn model filen. Om te beginnen maak ik de sidewalls los. Dit doe ik met de ronde kant van mijn cuticle pusher. Zo voorkom ik dat ik de klant zeer doe met filen. Dan start ik met de lower arch. Dit doe ik met mijn emery board en vervolgens maak ik een mooie model met de Zebra 180 grit. Zodra die in model geveild is, ga ik hem mooi afwerken met de expert bit. Expert bit ga ik de cuticle area mooi smooth filen. En dan ga ik hem nog mooi buffen. En vervolgens mijn lower arch nog heel strak maken met de saffiervuil. Zodra de nagel klaar is, kun je kiezen voor een willekeurige topgel. Je kunt hem glanzend aflakken, je kunt hem mat aflakken. De Diamond Dust die heeft een hele mooie shimmer, daarmee kun je ze natuurlijk aflakken. Ik kies er nu voor om de Pearl Pink te gebruiken. De Pearl Pink gaat 1,5 minuut in de lamp. Nadat de Supreme Finish Pearl Pink 1,5 minuut in de lamp geweest is dit het eindresultaat.